Ja, het is vandaag 11 oktober. Dat is een belangrijke dag. De internationale Coming Out Day. En Almelo die doet daar graag aan mee om ook een statement te maken. Er worden nog steeds mensen in Nederland gediscrimineerd. Bijvoorbeeld vanwege hun seksuele geaardheid. Maar ook of het nou mannen of vrouwen zijn. Discriminatie vanwege geloof. Dat is niet goed. Dat willen we hier in Almelo niet. En zeker op een dag als vandaag, op Coming Out Day, is het gewoon goed om een statement te maken dat dat niet kan en dat het anders moet. En dat hebben we gedaan door het hijsen van de vlag. En dan gaat het vooral als een statement, wat ik al zei, om te zorgen dat het belangrijk is, veiligheid en sociale acceptatie van de LHBT-groep in de gemeente Almelo. Wat doet Almelo nog meer? Nou, we hebben een samenwerkingsverband met het ROC van Twente op dit onderwerp. Je hebt ook denk ik wel gezien dat we regenboogzebrapaden in onze stad hebben, vlakbij het station. Aan twee kanten van het ROC. En dat geeft ook maar aan dat ook voor de studenten, dat geeft ook een gevoel van, nou, ook ik hoor daarbij en er wordt aandacht besteed aan dit onderwerp. Dus dat vinden we heel belangrijk. Daarnaast gaat het ROC van Twente ook nog de komende tijd theatervoorstellingen over dit onderwerp houden. Dus het houdt niet alleen op bij vandaag, want het is ook vooral goed dat we aandacht hebben voor dit onderwerp het hele jaar door.